Een bizar moment gisteravond. Na de 1-2-nederlaag tegen Liberec is het niet trainer Wim de Dekker, maar wel zijn assistent Peter Ballet die het woord neemt op de persconferentie. Ik zit hier omdat ze mij net gevraagd hebben om jullie te woord te staan als assistent vandaag. En ik heb mijn taak te doen en bij deze zit ik hier. Op dat moment zit de Dekker bij voorzitter Ivan de Witte en manager Michel Louagie, waar hij te horen krijgt dat hij ontslagen is. Na 0-15 in de Europa League en vorig weekend nog een zware nederlaag thuis tegen Zulte Waregem, niet zo verrassend, maar het is zowel al de derde trainer die dit seizoen moet opkrassen bij AA Gent. Gent begon dit seizoen nog met Jes Torup, die de Buffalo's vorig seizoen, door corona wel vroeger stopgezet, naar de tweede plaats loodste. De ambitie voor dit seizoen was nog erg groot. We're gonna prepare as much as possible to be in the top of the league, but also part of Europe, even part of the cup. Maar toen vertrok goudhaantje Jonathan David voor een recordbedrag van 30 miljoen naar Lille. Een groot gemis voor AA Gent, dat zijn competitiestart volledig miste. Exit Torup en ter Laszlo Belöni. De ervaren Roemeen moest voor resultaten zorgen. Bien sûr que le spectacle est important, mais le résultat aussi. Maar ook hij slaagde er niet in om Gent op de rails te krijgen. En hij lag dan ook nog niet goed in de spelersgroep. Na amper 25 dagen was het al adieu Laszlo. Assistent Wim de Dekker nam over, maar ook hij wordt dus na 2,5 maand aan de kant geschoven. Benieuwd of trainer nummer 4 wel slaagt in hetgeen de andere niet lukte.